viooltjes zijn blauw. Ik spring omhoog, ik hou van jou. Ja, zoiets. Het is gedichtendag vandaag. Goedemiddag. Goedemiddag en leuk dat je kijkt naar Show Vandaag. Ik stelde het gisteren eigenlijk al voor. Ik wil een Bieberblok in Show Vandaag. Jij krijgt een Bieberblok. Een Bieberblok, want hij moest zich vandaag wederom melden bij de politie. Ja, daar komt geen eind aan. Nee. En Peter is nog maar net uit Utopia vertrokken en hij zit al bij ons op de bank. En zit jij nou thuis ook op de bank en je denkt, goh, ik wil een nieuwe keuken of ik wil een nieuwe badkamer. Dat kan. Blijf dan zeker kijken, want onze woondeskundige Anne Claire komt langs en die vertelt ons hoe we dat nu moeten aanpakken, zo'n verbouwing. En we hebben ook de Nederlandse DJ Martin Garrix. U zegt Martin wie? Ja, 17 jaar nog maar wereldberoemd in de dancing. En Patty, waar ben jij nou in godsnaam mee bezig? Met mijn spreekbeurt over Justin Bieber. Dat was hem, ja. Komt ie mee? Huppatee. Wat het is net af, jongens. Sorry voor dit enchantante shot. Het is net af. Maar hier gaan we het zo dadelijk op. Gaan we het allemaal af? Kan hij nu nog eventjes weg? Doe nu maar even weg. Oh. Nou, ik ben wel blij dat je er bent, Pet. Ja, leuk. Gezellig. Wat hebben we allemaal? Nou, een hoop rotzooi. We hebben ook natuurlijk, ik moet toch nog eventjes met jou over die Madonna en die heerlijke Timor praten straks. Want ja, dat is natuurlijk gewoon een feestje met die twee. Is het aan of is het gaan we het dadelijk helemaal over hebben. Je hebt Timor gesproken. Dus zeker. Ik ga jou even uitvoeren. En we hebben die David Hasselhoff, weet je die nog? Van de Baywatch. Ja, die. Ja. Toen had hij nog een wasbordje. Ja, en nu is hij chagrijnig als hij geen drank krijgt. We hebben hem gesproken vandaag. Enig gesprek. Maar first things first, Patty. Ik bedoel, ik zei het net al, een Bieberblok. Ja. Justin Bieber. Justin Bieber. Ik heb het allemaal eens vreselijk goed in kaart gebracht. Het is niet te geloven wat daar allemaal mee gebeurt. Vandaag werden we wakker weer met het nieuws dat de arme jongen wederom zich moest melden op een politiebureau. Omdat er nu weer een aanklacht is ingediend. Gediend door een limousinedriver die op zijn kop heeft getikt en ja, zijn stoel heen en weer geschud heeft. Maar in ieder geval heeft die man een aanklacht ingediend, want hij ging niet op tijd linksaf of zo. Je weet het, hè. Onberekenbaar. Ja, die detail. Onberekenbaar, maar het gaat niet goed met Justin. I'm Justin. Sources confirmed to CTV News that Justin Bieber will surrender to Toronto police within the hour. Susan, what do you know about this latest incident? And I say latest because obviously there have been several, even just in the past couple weeks. Did you attack the limo? Hey, Justin! Grappig genoeg ging op het moment dat Justin op het politiebureau was, de nieuwe single Confident van hem online in première. Samen met een aankondiging van de tienerstar op Instagram. Hey guys, Justin here. Confident is out right now on Vevo and YouTube and everywhere else. So go get it. Go look at it. She's confident. Oh no no. Oh no no. She's confident. Oh no no. Oh no no. And I'm down with it. Maar of hij zichzelf wel zo zelfverzekerd voelde, is nog maar de vraag. Justin moet 10 maart voor de Canadese rechter verschijnen. Goed, Patty. Ja, dat is mijn plakwerk. Ik ben Patty Brak en ik doe mijn spreekbeurt over Justin Bieber. Nou ja, het is best wel een... Eigenlijk denk je, hoe oud moet de jongen zijn met alles wat hij al heeft meegemaakt? Maar dat valt dus reuze mee, want op 1 maart 1994 werd geboren Justin Drew Bieber in London, Ontario, in Canada. Nou ja, dat is een heel lief, gezond babytje. Die, gaan we hier naartoe? Oktober 2008. Een YouTube-filmpje van zichzelf maakt en ontdekt wordt door Usher, wordt getekend. En in januari 2010 zijn eerste grote, echt, nou, het is eigenlijk zijn tweede plaat, maar de grootste hit de maakt baby die. Baby-ding, toch? Baby. Oh. Oké, toen kwamen de miljoenen binnen. Ja, ka-ching. En dat gaat vaak gepaard met een joint. Was het in Nederland trouwens, die joint? Weet ik niet of dat in Nederland was. Ik weet wel dat hij in Saturday Night Live voor het in het openbaar roken van die joints zijn excuses heeft aangeboden. Okay. Dat heeft niet lang geduurd, dat goede gedrag, want in februari 2013, toen kwam de beroemde hoestdrank. Ja, en dat was niet voor een koudje. Want in Amerika zijn heel veel kinderen die dus te jong zijn om weet ik veel wat te kopen. Die gaan dan gewoon naar de pharmacy en die halen gewoon 16 van die flessen hoestdrank. En daar zit codeïne in. En als je daar een overdosis van neemt, dan schijn je ook heel high te zijn. Don't try this at home. Dan ga je keihard. Keihard. In maart 2013... Schrijf even door. Toen haalde hij zich de eerste woede van allerlei fans op zijn hals. Omdat hij 2 uur
te laat begon in de O2 Arena. En ja, in Nederland weet dat niet beter, want toen na die O2 Arena kwam hij naar hier. En toen begon hij hier ook al te laat en dat was een en al drama. 2 maart 2013 kreeg hij ook de eerste klachten van zijn buren. Want dit is zijn eerste Lamborghini. En ja, hij weet reed je, hard door de straat. Die reed redelijk hard door de straat. Wat doet Anne Frank hier tussen? Anne Frank die zit hier, want hij had een afspraakje in, een optreden denk ik, in Amsterdam. En hij dacht ook iets cultureels te doen. Ging naar het Anne Frank huis en liet daar een boodschap achter in het gastenboek. Waarin hij zei dat als ze nog geleefd had, dat ze vast een believer was geweest. Heel deftig. En heel deftig. Dat is april. Nu wordt het druk, hoor. Juli wordt hij ergens gesignaleerd in een restaurant waarin hij in de dweilbak staat te pissen. Terwijl de vloer nog gedweild moest worden. Ja, dus met de kraan open, zeg maar. In november 2013 komt er een filmpje uit van een Braziliaanse prostituee waar die hem heeft gefilmd terwijl hij sliep. Ja. Heel chic was dat ook. Heel lelijk meisje trouwens, dat je ervoor betaalt. En dan in november 2013 wordt hij aangetroffen terwijl hij allerlei muren staat te graviteren. Opa ging dood. Nee, in december 2013 is het kiezen of deel ik ga op vakantie of ik ga met pensioen. Hij kondigt pensioen aan. Dat had een goed idee geweest. Maar hij is niet zo standvastig. Dus hij heeft gewoon weer alles omgegooid. En in januari 2014... Kan hij zelf een eitje bakken? Nou, is het hek van de Dam. Dan bekogelt hij zelfs het huis van zijn buurman met eieren. En wordt daarvoor aangeklaagd. Je ziet dat de hoestdrank een grote rol blijft spelen in dit geheel. Doe je mond open. En niet alleen de hoestdrank, ook de andere drugs. Want dit is zijn tafel aangetroffen in zijn huis 14 januari. Dit was van de week, hè? 2014, waarop aangetroffen is MDNA, er is aangetroffen wiet, er is aangetroffen weer die hoestdrank, allerlei MDNA-drankjes, toestanden. Alles wat wij niet graag willen. 23 januari... Of gaan we eerst zo? Nee, 23 januari is het, hè? De mugshot. Want, vorige week, toen is er het een en ander... Wat was het toen ook? Straatrace natuurlijk, met die Lamborghinis. Ja, tot goed. De straatrace met de Lamborghinis. Inderdaad. En dat was ongelooflijk, want het was met levensgevaar en noem maar op. En toen zijn ze opgepakt. Nou, nu is het 30 januari. Het is er niet beter op geworden. Want nu heeft dus vandaag die limo-chauffeur een aanklacht ingediend dat hij dus aangevallen is door dat biebertje tijdens een ritje. En vandaag is ook nog bekend geworden dat hij in Miami een huis had gehuurd waarvan de kamers zo stinken naar de wiet en alles, dat is de borg niet terugkrijgt. Nou, Patty, ik vind dat iets je krijgt een 9. Wat jij hebt gedaan met je werk. Kijk eens, meid, alsjeblieft. Kijk even. Ja, maar dit is ook nog een verhaal. Want kijk, pak dat. Dat andere autootje, mag jij er ook in, Kees? Die Lamborghinis in die straatrace, die zijn dus zo populair geworden. Die waren gehuurd. Die gozer van wie ze gehuurd hebben, die heeft het nu als een spot gebruikt. Nee, dat meen je niet. Dus zo zie je maar. De ene ellende. Voordeel. We gaan verder praten over Utopia. Want vanavond kunnen we in de uitzending zien dat eerst Utopiaan onvrijwillig het terrein moest verlaten. Peter, de man die zich niet echt geliefd heeft gemaakt binnen de Utopiaan. En volgens mij ook niet binnen de kijkers, Patty. Nee, ik ben eigenlijk best wel bang dat hij hier naartoe komt dadelijk. Maar haal die stok weg. Ja, want ik heb me natuurlijk toch ook niet al te vriendelijk uitgelaten op social media over Peter. Maar ik vind ook dat hij eigenlijk zich ontzettend misdragen heeft daar in dat huis. Wil je het allemaal op een rij of wil je eerst, wat wil je zien? Even het afscheid. Eerst het afscheid, het is vanavond te zien, maar wij hebben vast een voorproefje. Ja. Dus jij gaat weg. Ja, iedereen blij. Ik wil diegene gewoon de liefde geven die ze verdient. Carry you through the night. Ja, heel, heel heftig. Dit was echt... Het mooiste wat me kon overkomen, maar ook het zwaarste. Kijk, dat dan! Hey man! Kerel! Hoe is het? Harold was toch een beetje mijn maatje. Belofte maakt schuld, jongen. Belofte maakt schuld, hè? Ja! We zouden elkaar opwachten. En hier staan we. Zo gezegd, zo gedaan. Ga douchen. Zeker wel. Ja, dit kun je niet uitleggen. Dit is zo mooi. Dit is zo mooi. Ze hebben gezegd van we staan bij het hek en ze staan er ook.
En daar ging je, Peter. Ja. En je zit vandaag bij ons op de bank. Ja, toch een applaus. Jawel, jawel. Ja. Warm welkom geven. Wie is dit? Jeetje. Ja, dit is Molly. Dit is eigenlijk mijn grote trots. Ik heb eigenlijk twee hondjes. Ik heb er nog eentje. Ja, geen zin. Wat zeg je? Die had niet zoveel zin om te komen. Nee, ja, de hiërarchie is een beetje verstoord tussen de hondjes. Dus ze kunnen niet meer zo goed met elkaar overweg. Ah, dus, okay. Maar ja, dit is echt mijn trots. Peter, je bent de eerste utopiaan die onvrijwillig het terrein moest verlaten. Ja. Laten we even heel erg eerlijk zijn. Ja. Dat zag je toch wel aankomen ook. Ja, ja, ik zag het aankomen. Ik had inderdaad natuurlijk het bekende geld uit de kluis verhaal natuurlijk. En, daar... Wat? Dat je gejat gewoon keihard? Nou ja, het is niet jatten, want er zitten natuurlijk 104 camera's om je heen. En ik heb het niet uitgegeven. En ik heb het zelf ook eerlijk verteld van joh, ik wilde mijn utopia maken. En mijn utopia, toen ik daar binnenkwam, bestond ook uit feest en gezelligheid in een kroeg. Ja, maar even... Ja. Wacht, dat geld eerst. Je pakt dan toch geen geld uit een... Nee, dat was ook heel fout. Nee, tuurlijk. Maar goed, ik wilde mijn utopia maken. En ik dacht, nou, we gaan vanavond een gezellig avondje vieren. En met een biertje erbij. Wat wilde je met dat geld doen dan? Je wilde gaan drank gaan kopen. Ja. Ik had ongeveer een kleine 1500 euro binnengebracht in Utopia. En dat mag ik ook op. Nou, dacht van laten we nou ook eens een keer een gezellige avond gaan maken. Want het was helemaal niet kwaad bedoeld. Maar dat kan toch ook in de overleg? Ja, dat had ook gekund. Ja, ik heb het inderdaad... Hij had gemoeten. Ja, eens. Ja. Of werd je daar misschien ook wel, want ik zou daar denk ik heel erg moe van worden. Constant dat overleg en constant dat op vergaderen over maar elke dat weet je toch van tevoren? Die uitgeeft. Ja. Je pakt ook zomaar boterhammen weg. Ja, nou, dat is ook een apart verhaal. Want, ja, ik vind het een heel apart verhaal. Nee, ik pak niet zomaar boterhammen. Want kijk, ik heb het gewoon open en bloot, pak ik gewoon een broodje. En dat was ook afgesproken dat gewoon mocht. En, en blijkbaar mocht het gewoon niet. Peter, laten we even gaan kijken. Ja, we doe dat. Ja. Dan kunnen we er niet Wordt mee. Nou wel heel erg... Wat heb jij allemaal uitgesproken in Utopia? Ja. Ik wil het weten. Peter heeft 50 euro uit de kluis gepikt en er wilde die bier voor gaan bestellen daar. Dat wordt een dure les van 50 euro. Ja. Echt? Ja. Waarom dat? Ja, omdat het zo niet zijn utopia is. Oh. En dan de boel opnaaien, manipuleren, opfokken. Grappig. Eigenlijk moet je er ook wel mee lachen. Ja, maar misschien moeten we het ook gewoon laten gaan. En... Ja. Hey joh, NSB'er. Jezus man, ik pak gewoon een boterham. Ik hoef geen pannenkoek, ik pak gewoon een boterham. Doe relaxed. We hadden toch afgesproken dat we niet zomaar meer brood zouden pakken? Ik weet nergens van. Nee, moet ik als een fucking biervat hieruit of zo? Ik hoef geen pannenkoek. Elke dag 's morgens rijst en 's avonds pannenkoeken en dit en dat. Wat een mongolen. Ga je toch naar huis? Ja, wat dan? Dat mag je zelf weten. Moet ik alleen maar rekening houden met jullie dan? Moet ik alleen maar rekening houden met jullie de hele tijd? Nee, maar je hoeft geen meer te zeggen. Dat mag je zelf weten, of niet? Nee. Nou, dat denk ik wel. Het heet respect. Dat mag ik zelf weten, toch? Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Kijk, ik bedoel, je hebt hartstikke leuk gedaan, hartstikke leuk. Je hebt een kaart, je hebt een kaars aangestoken. En voor mij is het dan op dat punt is het gewoon in principe genoeg. Ja, ik denk dat je nu wel even genoeg hebt. Peter, wat denk je nu als je dit zo eens terugziet? Ja, dan denk ik van dit zijn wel echt alle momenten die fout zijn gegaan. Maar dit zijn ook hele leuke momenten geweest. Ik heb natuurlijk... maar sorry. Hoe lomp kan je je gedragen ten aanzien van zo'n Andrea? Dat kwam inderdaad wat lomp Was lomp. Ja, eens. Ik had het ook niet moeten zeggen. Ben ik met je eens. Maar misschien is het idee als jij even koffie voor mij gaat halen, praat ik even verder met hem. Ik vind het heel in dat geval, weet je. Als jij dat wil, wat wil je erin krijgen? Zes boterhammen en een pannenkoek? Ja, een pannenkoek. God, wat een oude gast. Petty wordt gewoon even de studio uitgestuurd. Je mag zo wel terugkomen, hoor, Pet. Nee, dat meen je niet. Je hebt even geen zin in dat... Nee, maar er waren ook hele leuke momenten in Utopia. Ik heb natuurlijk daar, ik heb daar natuurlijk gezorgd dat de mensen zich als eerste konden wassen met warm water. Ik had een bad en daar heb ik vuur onder gestookt, water in gedaan. De mensen zich warm konden wassen. Ik heb een douche gecreëerd voor de mensen buiten met warm water. Ja, ik heb het meeste geld binnengehaald van Utopia. Dus je hebt ook goede dingen. En hele leuke momenten ook. Ben je teleurgesteld dat je eruit bent? Nee, dubbel.
En ja, ik mis het. Maar het is ook goed dat ik terug ben. Ik heb natuurlijk een aantal dingetjes op te lossen thuis. En ja, ik zadelde... Hoe zit dat nou thuis? Want jij bent er ook achter gekomen dat je toch een andere band met je huisgenoot hebt dan... Inderdaad. Gineke is mijn huisgenootje. En die probeert toch al een hele tijd naar de top mij te komen en de liefde te verklaren. Gineke haar... ze is in de studio en ze wilde niet op de bank, maar ik kan het niet laten. Waar is Gineke? Daar heb je Gineke. Gineke, kom even een beetje in het licht. Dan zie... Nee, joh, dat maakt allemaal niks uit. Je mag gezien worden, hoor. Je mag gezien worden, je ziet er prachtig uit. Kom eens even lekker bij me staan. Gineke, hij komt uit dat utopia en hij zegt, ik voel toch meer dan alleen die huisgenoot. Wat zei je? Euforie. Halleluja. Had je het gehoopt? Ja, tuurlijk hoop je het. Tuurlijk hoop je het. En hoe ging dat, die eerste ontmoeting met elkaar? Ja, was heel emotioneel. Ja? Ja, heel emotioneel. En is het dan zo dat jullie dan nu een soort van verkering hebben? Je weet hoe long die kan zijn. Zijn jullie lekker op elkaar gesprongen die avond? Ja, dat heeft nog geen 5 minuten geduurd. Dat was... Dus ik kan wel spreken over een echte relatie nu? Ja, dat denk ik wel. Superleuk. Ja, dat is toch leuk. Dank je wel dat je erbij zit, Gineke. Want Peter zit er, en dat hondje, nu zijn jullie helemaal compleet. Ik heb koffie gehaald voor je. Ja, dankjewel, lieve schat. Ja, super. En voortaan doe jij het, Gineke, heb ik gehoord. Ja. Blijf gezellig zitten. Ja, want die waakhond, daar ben ik doodsbang voor. Goed, dan gaan wij verder met de 17-jarige DJ Martin Garrix, die de hele wereld overvliegt. En onze woondeskundige Anne Claire komt langs met allemaal praktische verbouwingstips. En we mogen binnenkijken, ik kan nu al niet wachten, bij het huis van Dries Roelvink. We hebben een grote tafel, maar ik hou niet van visite. Dus waarom we nou zo'n grote tafel hebben, dat vraagt iedereen zich af. Welkom terug bij Show Vandaag. Tijd voor een greep uit het wereldnieuws. Wat doe je dat mooi? Miljoenen Chinezen gaan vandaag op reis. Morgen is het Chinese nieuwjaar en begint het jaar van het paard. Traditiegetrouw willen de Chinezen hun oud en nieuw bij hun familie vieren. Maar er bestaat een grote kans dat het vuurwerk dit jaar niet doorgaat. Wegens veel te hoge smokniveaus in China willen de autoriteiten dit jaar verbieden. Ter ere van het Chinese nieuwjaar is het Empire State Building in New York geel en rood verlicht. Zijn artsen zijn bezig om Schumacher langzaam uit zijn coma te laten ontwaken. Volgens de Franse krant L'Équipe zou hij zelfs al met zijn ogen hebben geknipperd. De manager van de racelegende Sabine Kaim waarschuwt dat het proces nog lang kan duren. Pas als Schumacher volledig is ontwaakt zal duidelijk worden of en in hoeverre hij er blijvende schade aan zal overhouden. Ondanks het aftreden van de premier en de amnestie die aan de actievoerders is beloofd, is het nog steeds erg onrustig in Kiev, de hoofdstad van de Oekraïne. Om een beetje warm te blijven hebben de demonstranten vandaag gezamenlijk zelfverdedigingsoefeningen gehouden. Met president Janukovic gaat het niet goed. Hij is vandaag in het ziekenhuis opgenomen met koorts en moeizame ademhaling. De president ligt al wekenlang onder vuur omdat hij een handelspact met Rusland heeft afgesloten in plaats van met Europa. Een Australiër die was vermist sinds 28 december heeft zich in leven gehouden met een dieet van schaaldieren, fruit en vlinders. Hij was tijdens een wandeling door de jungle de weg kwijtgeraakt. De 40-jarige Stephen Curry woog 15 kilogram lichter toen hij op dinsdag op 10 kilometer van zijn thuisstad Chilago in zijn shorts werd aangetroffen. Hij is nog maar 17 jaar oud. Nu al wereldberoemd. Hij heeft dezelfde manager als Justin Bieber. Morgen vertrekt hij voor 9 dagen naar Amerika om daar te toeren. Het is ongelooflijk hoe succesvol deze jongen is. Deze plaat kennen we natuurlijk allemaal. Ik schiet door het dak als ik het hoor. Maar in zijn drukke agenda heeft hij toch nog een klein gaatje gevonden om met ons te praten. Dames en heren, Martin Garrix! Doe je, Kees? Ja, iets. Staat u ook te springen in de huiskamer? En weg. En top. Martijn, mogen we Martijn zeggen? Heb ik liever. Want zo heet je gewoon. Hoe vond je mijn aankondiging? Daar kreeg je toch een kippenval van? Toch alles wat ik zei was juist? Jawel. Eenzelfde manager als Justin Bieber, morgen naar Amerika voor een tour. Is toch ongelooflijk, 17 jaar oud. Is dat als 17-jarige zo succesvol zijn? Dat is leuk. Het is wel veel wat er tegelijk allemaal gebeurt nu. Zeker nu net naar Animals, maar het is superleuk. Ook morgen op tour, super veel zin in. En besef je het ook allemaal, wat er met je gebeurt in zo'n korte tijd? Jawel. Alleen, het is de laatste tijd wel heel veel, heel snel achter elkaar. En dan is het soms
dat je wel even moet zoeken naar de momentjes om het te beseffen. Weet je wat ik dan niet begrijp? Jij bent dan Martijn van 17. Wat maakt jou... Er zijn duizenden kids die dit willen worden. Wat maakt jou nou met je 17 jaar een betere DJ dan al die 999 anderen die het niet redden? Ik heb geen idee. Waar ben je begonnen? Ik ben in, toen ik 11 was al begonnen. 11, 12. Ik ben al best wel lang ermee bezig. En hoe begin je dan? Ik had het geld gespaard om mijn eigen DJ-setje te kopen. En ik had FL Studio geïnstalleerd op mijn computer. Dat is het programma waarmee ik muziek maak. En ik ben gewoon een beetje gaan prutsen daarmee. En dat is uit toen kwam er een liedje? Ja, toen, dat eerste liedje was super rot. De eerste 20 liedjes waren super rot. Alleen super rot. Dat is niet een of andere term van dat het cool is. Heel slecht. Heel slecht, zeg maar. Heel slecht. En, ja, maar gewoon na veel oefenen werd het wat beter. Toen werd ik getekend door spinnen. Maar dan op een gegeven moment, dan heb je iets in elkaar geflanst. Dat klinkt lekker, dat is mooi, dat is goed. En dan in één klap ben je wereldberoemd. Je zit gewoon nog op school, neem ik aan. Of ja. Althans, je bent gewoon leerplichtig, toch? Ja. Hoe combineer je dat? Ik volg de Herman Brood Academie. Dus dat is wel, het is een speciale opleiding voor producers, muzikanten. Dus die supporten wel heel erg wat ik aan het doen ben. Ik heb toevallig afgelopen week tentamens gehad. Oh, wat en? Hoe ging ja, het? Ja, prima. Ging goed. Dus dan zit jij gewoon nog te blokken? Ja. En we hadden ook specifiek deze week hadden wij de tentamenweek doorgekregen. Hadden we geblokt en daarna pas een tour ingepland. Jeetje. Alleen, het chill is, ik kan ook heel veel opdrachten doen die ik voor school moet doen. Kan ik doen terwijl ik aan het reizen ben. Mag je alles doen wel, omdat je nog minderjarig bent? Mag je... Ja, ik... ja, behalve natuurlijk drinken en zo in Amerika. Ja, maar dat komt met de manager van Justin Bieber. Die heeft dat goed in de hand. Ja, weet je wat mij ook zo gek is? Kijk, laten we eerlijk zijn. Je verdient nu bakken met geld. Ik hoef niet te weten hoeveel. Ik wel. Oh. Wat verdien je als 17-jarige DJ? Genoeg. Ja? Ik hoef niet te klagen. Vier nulletjes? Ze willen het ook echt weten. Hoe gaat het dan? Want ik bijvoorbeeld, Jan Smit is een hele goede vriend van mij. Die verdiende ook bakken met geld toen hij 17 was. En ik weet dat hij niet aan dat geld mocht komen. Zijn ouders hadden dat een soort van vastgezet. En zodra hij 18 werd, mocht hij daar aankomen. Hoe zit dat bij jou? Ik heb, ik wil het woord vastgezet niet gebruiken. Want het lijkt net alsof zijn ouders in beslag hadden genomen. Ja. Maar mijn ouders helpen gewoon heel goed met het begeleiden van het geld. Met de administratie. Ja, dus ik denk dat het nu ook nog wel handig is dat ik nog niet bij het geld kan. En wil ik iets kopen, dan doe ik dat in overleg met hun. Maar niet dat ik in één keer thuis kom met... Hey man, pap, ik heb dit gekocht. Een Lamborghini voor rijden. Ja, maar dat vind ik dus nog wel eventjes een puntje. Want die ouders van die Justin Bieber, die sporen natuurlijk ook niet helemaal. Want daar gaat het dus eigenlijk fout. Wat vind jij nou van zo'n Justin? Want jij spreekt dezelfde mensen. Hoor je wel eens wat? Om heel eerlijk te zijn, ik heb Justin Bieber nog nooit echt gesproken. Ik spreek Scooter, zijn manager, wel heel veel. En... ik vind dat hij een supergoeie manager is. En zeker voor mij, wat hij in Amerika heeft gedaan. En hij is ook onderdeel van het succes van Animals. Dus ik ben hem super dankbaar daarvoor. Mm. En wat betreft Justin, ja, dat is daar bemoei ik me niet mee. Nee, maar het is toch jammer. Moet jij niet opgaan. Nee. Hier is op camera. Ik ga dat doen. Vertel even over je nieuwe single. Wizard. Ja. Ja, die is een maandje nu uit, denk ik. Oh, dat weet je niet eens. Ik heb zoveel 7 nieuwe tracks. Laten we even gaan luisteren. Cool. Dit is toch wow. Te goed. Ja. Echt. Ik ga hier echt elke keer los op dit soort muziek. Ja, dat geloof ik zo. Ja, ik vind het echt heel erg. Vragen ze nou bij jou op school ook dan niet even of je een schoolfeestje wil geven en dat jij wilt gaan of draaien? Of je komt draaien, voor niks. School is heel chill, die weten ook precies. Die hebben dat ook met andere artiesten gehad. Ja, die weten dat dat... Die behandelen ze gewoon nog steeds normaal. Oh ja, dat en de meisjes ook? Zijn die ook normaal? op school hebben wij... Ja, we hebben ook meisjes op school, maar die zijn ook allemaal heel chill. Normaal erover. Okay. Hey, en hoe is het? Want dat lijkt me ook zo bijzonder. Als je dan in ene met je voorbeelden mag werken. Want je ontmoet nu de grootste DJ's van de wereld, hè? Ja, dat is super vet. Dat is echt vet. Nee, ik ben überhaupt in contact gekomen met elektronische muziek door Chesto. Die draaide toen op de Olympische Spelen. En ja. Dat vond ik zo vet. En dat was de eerste keer dat ik in contact kwam met elektronische muziek. En ja, ik heb gewoon al zijn cd's lopen kopen. En echt... super lang tegen hem opgekeken. Ik kijk nu nog steeds tegen hem op. En toen... And now you're one of the guys. Ja, afgelopen jaar stond ik samen met hem in de Ziggo Dome. Stonden we Wizard te draaien. Een paar van die grote DJ's die willen graag wat tegen je zeggen. Vet. Yo, Martijn.
enorm bedanken voor de afgelopen jaren, voor je support. En we hebben een heel vet jaar gehad samen met Aerofino 4, Wizard en natuurlijk gewoon hele vette boekingen. En ik wens je gewoon enorm veel succes toe. Je gaat al fucking lekker. En je hebt het gewoon verdiend, man. Dus houdoe. Hey Martin, ik vind het echt te gek wat er aan het gebeuren is nu met je succes. Nog heel veel meer succes voor de toekomst. En ja, ik zie je gauw. Hoi. Hoe gaaf. Leuk, vet. Hè? Ik vind het ook leuk. Jay is echt mijn maatje. Ik ken hem al 4 jaar. En hij gaat ook met mij mee als support act de US Tour doen. Tuurlijk, dus, support act. Heb je ook connecties met Afrojack? Ja, want ik heb net heet van de nieuws een nieuwtje aangekondigd. Maar dat schijnt dus gelukkig niet zo ernstig te zijn als dat het in eerste instantie leek. Want Afrojack die is gewond geraakt, maar die heeft geen ongeluk gehad. Hij heeft een blessure aan zijn voet. En dat is een infectie geworden waardoor hij niet mag vliegen. En waardoor zijn optreden in een nightclub in New York helaas gecanceld moest worden. Dus hij moet eventjes... Ik kun je even invallen. Ja. Morgen vliegen, toch? Zit je morgen? Ik doe morgen de pasje New York. Oh, tuurlijk, joh. Oh, leuk voor je. Ja. Maar dan blijf of moet je alweer gelijk door naar een andere wereld? Kan je nog even blijven zitten? Ik kan blijven zitten. Blijf lekker zitten. We wensen in ieder geval heel veel succes met je nieuwe tour. Hè, die En als je ooit een eigen huisje krijgt, of misschien hebt... Nee, je woont nog bij je ouders natuurlijk. Maar let op, want we gaan het over wonen hebben. Hoewel het weer wat beter gaat met de huizenmarkt... kiezen veel mensen er toch voor om hun eigen huis te gaan verbouwen... in plaats van te gaan verhuizen. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar het zorgt ook voor slapeloze nachten en heel veel ruzies in huis. Anne-Claire, toch? Ja. Oh ja, je moet even doorschuiven. Oh, kom even schuiven. Kom daarbij. Kom eens. Niet op de hond gaan zitten. Ook zo slordig. Op zich leuk nieuws dat veel mensen hun huis willen gaan verbouwen. Ik ben ook zelf in gedachten om de keuken aan te gaan pakken. En dat vind ik eigenlijk altijd wel leuk. Hoezo, je kookt nooit? Nee, maar om er gewoon rond te lopen. Lijkt me enig. Maar het brengt ook een hoop gedoe mee. Ja, het brengt ook gedoe met zich mee. Maar er zijn wel wat tips waar je aan kan houden. En wat het wat makkelijker en wat leuker maakt. En van de week zijn we even gaan filmen met een aannemer met wie ik veel werk. En dan daar laten we wat dingetjes zien en geven we wat tips weg. Ik zal even kijken of alles al klaar is. Hoe we het verder gaan inrichten, de laatste dingetjes. Ik wil even met jou de tafel inmeten, als je me daarbij kan helpen. Hier, tafel maken. Hier komt het, ja, de bedoeling is hier een tafel met 2 stoelen. Momenteel is de huizenmarkt, zoals bekend, een beetje gestagneerd. En mensen hebben steeds vaak, willen wel wat anders, maar gaan nu niet zo snel meer verhuizen. Dus gaan ze thuis verbouwen. Een nieuwe badkamer of keuken, een fris vloertje erin of een mooi terras. Een verbouwing geeft je huis een lekkere oppepper. Al zorgt het ook voor hoofdpijn. Schrijf heel goed uit wat je wilt doen en hoe je het wil aanpakken. En hang er ook een begroting aan. Mensen kunnen beter van tevoren schrikken dan dat ze achteraf schrikken. En schrikken doen ze sowieso, want het valt altijd tegen. Maar het is beter om dat van tevoren te weten dan achteraf. Want dan kun je zeggen van nou, binnen dit budget kunnen we deze werkzaamheden niet uitvoeren. Moeten we het anders gaan doen. Spotjes zijn ook mooi zo tussen de balken gelukt. 2 om 2, heel mooi. Dat het niet elke keer 1 is om een balk. Vind ik ook wel leuk. Mensen gaan om toch te bezuinigen. Kiezen ze voor niet erkende bedrijven. En dan gaat het voornamelijk om installatiebedrijven. Die gebruiken een waterleiding als gaspijp. Nou, dat soort dingen kunnen gewoon niet. Dat kom ik heel vaak tegen. De meeste mensen kunnen zelf geen lichtplan maken. Of die weten niet hoe ze hun bank neergezet hebben, wat voor gordijnen. Wij adviseren normaal aan de klant om of een architect te nemen of met een interieuradviseur zeg maar, een plan te maken. Dit is elke keer een uitdaging. Ja, een plan maken, dat is wel handig en verstandig. Want het kan ook wel een relatiekiller anders zijn. Ja, dat is een stuk, hè? Je bent hier al heel erg kennis. Wij hebben 3 jaar gebouwd. Nou, echt, dat we dat overleefd hebben. Ja, je hoort het vaak. Maar waar je mee moet beginnen is maak een planning. Maar maak ook een begroting. Weet je, er is... Verbouwing loopt altijd iets uit in tijd. Maar om de kosten ook in kaart te houden, moet je een begroting maken. Waar gewoon alles in zit, dat je weet waar je aan toe bent. Want dan krijg je ook geen ruzie onderling. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen maar zomaar een begroting en een planning kan maken. Dat is ja, dan kan je kan er hulp bij vragen van een architect of een interieurarchitect. Maar als je een beetje een goede aannemer hebt, kan hij je er ook bij helpen. Weet je? Van, vergeet niet, weet je, het bouwen is dit, maar je moet ook nog je tegels aanschaffen. Weet je, al die elementen moeten er wel in. En hebben we het nog niet eens gehad over smaak. Hè? Man-vrouw, nou, daar heb je al meteen een discussiepuntje. Jij hebt een goede tip. Nou, smaken verschillen. Maar ook in je relatie kan je wel vaak op een lijn zitten, maar toch niet helemaal in de details. Dit is een moodboard zoals wij het maken. Maar maak voor jezelf een moodboard. Wat vind je leuk? Prik het erop. Maar ook je relatie idem dito. Dan kan je samen kijken.
En het is ook wel zo, je moet op een gegeven moment toch een beetje concessies doen. Ik weet niet of jij dat ook gedaan hebt, Patty. Ik kan het woord concessie niet spellen. Maar gelukkig heb ik een man die... we hebben min of meer dezelfde smaak. Dus dat kwam dat wel is fijn. Goed. Ja. Maar toch nog, ondanks dezelfde smaak, een partijdiscussie. Je wil het echt hoe niet doen mee. Jullie dat samen? Ja, zij blijft boven, hij blijft beneden. Ja, nee, we delen nu wel een slaapkamer. Oh, dat dan wel? Ja, vanaf eergisteren. Ja. En is dat gestaald zoals jij het wil of zoals hij het wil? Nee, het is volledig, het is volledig roze. Ja. Oh, man. Een vieze kussentje. Ja. Hey, maar hoe zit het Anne-Klein, met de overheid? Want die stimuleert dit. Ja, ze willen de verbouwing het stimuleren omdat de huizenmarkt er zo gestagneerd is. Willen ze mensen ook helpen om meer zelf te gaan verbouwen. Dus het btw-tarief op arbeidsloon is van 21% naar 6% gegaan. Dat is al vorig jaar. Dat zou nu tot 1 maart dit jaar zijn. Maar omdat het zo'n succes is, hebben ze het verlengd tot 1 januari volgend jaar. Dus nu verbouwen? Ja, dus nu verbouwen. Kijk, als je twijfelt en je moet iets doen en je hebt een factuur van 2000 euro... betaal je 120 euro btw in plaats van 420 euro. En dat scheelt. Dat is toch een slok op de borrel, is dat. Ja. Als je je keuken wil doen, kan je beter nu doen... dat je het volgend jaar voor je kiezen krijgt. Ja. Ik moet... even sparen. Ja. Ik heb een hele serre aan de reis. Een serre en ik ook nog zoveel. Hey, Anne-Claire, elke keer als jij er bent, dan hebben we ook een kijkje in het huis van een bekende Nederlander. En ik kan niet wachten, dames en heren. Ja, ja. We gaan kijken in het huis van Dries Gronsving. Woehoe! Ja. Hallo, goedemiddag. Hartelijk welkom hier. Ik ben nog een beetje bezig met de hal. Ik ben mijn hele leven zo'n beetje aan het ophangen hier. Ja, ik kom eraan. Nou, hier zitten we dus veel. We hebben een grote tafel, maar ik hou niet van visite. Dus waarom we nou zo'n grote tafel hebben, dat vraagt iedereen zich af. Want jij wacht op mij. Mijn ouders die zijn nu 5 jaar geleden overleden, 6 weken na elkaar. En als ik ze aankijk, die ogen ook, dan denk ik, ja, zo waren ze. Zo, nou, dit is de avondplek. De avonden die ik thuis ben, dat zijn er niet veel. Maar dan wil ik hier nog wel eens een keer plaatsnemen. De radio speelt gitaarmuziek. En dan liever niet die bovenste. Nee, maar weet die ik. Ene, die onderste, ja, want die ziet er wat verser uit. Ja, ik ben een groot liefhebber van een mooi glas wijn. Men noemt mij in de vriendenkring de vinoloog. Maar ja, tijdens het eten een glaasje, bij het eten een glaasje en soms na het eten een glaasje. En dan wil het wel eens gebeuren. Kijk, ik heb die trap hier, daar was ik nog niet zo blij van. Dat ik hier wel eens één overstapje maak, dat ik denk, oh ja, nou moet ik die trap nog opklimmen. En nu gaat dat beter dan met 3 glazen wijn op, dat snap je wel, hè? Dit is mijn plek. Hier probeer ik de rust te vinden soms. Dan hebben we hier nog de badkamer. Nou ja, badkamer, het is erg klein allemaal. Je ziet de krulspelden staan er nog, die zijn niet voor mij, hoor. En hier hebben we de douche. En dan horen de mensen beneden als ik hier sta. Oh, sole mio. Misschien is het maar beter om lekker onder de douche te blijven. Die zal zijn buurman zijn. Het lijkt een beetje op het decor van koffietijd in het hele huis. Of ziet het eens? Hey, live for you. Oh. Carlo en Irene erbij en ze kunnen eruit zetten. Hij woonde eerst op de eerste etage. Dat vond hij heel leuk. Hij zei, dan kon ik nog uit het raam. Hij had contact met de voorbijgangers. Nu zit hij boven. Hij zei, nu mis ik dat. Dat contact? Dat zijn fans niet meer onderaan staan. Ah. Ja, nee, het is pas bij hem. Het past bij hem. Ja, maar het is wel netjes. Het is wel... Niks opgeruimd. Nee, het is heel vrouwelijk, vind ik het wel. Ja, ik denk ook niet dat hij er iets aan gedaan heeft. Nee, weinig. Anne-Claire, bedankt voor je komst. Ja, dankjewel. Graag tot snel, hè. Ja, volgende week. Ja. Straks zit Gillian van Hart van Nederland hier bij ons op de bank. En is Jim hier met het allerlaatste shownieuws. En Patty heeft ook nog iets leuks. Wat heb ik? Ik heb zoveel. We hebben Timor en Madonna. Timor en Madonna, want jij hebt Timor gesproken. Timor, dat is... We hebben die vreselijke Dave de Tesselhoff gesproken. Die is zo chagrijnig. En voor het nieuws van Hart van Nederland is bij ons aangeschoven Gillian. Ja, hallo allemaal. We hebben echt een horror opening. Het gaat namelijk over een meisje, Caroline Jimenez. Die wordt in augustus 2011, worden haar handen op haar rug gebonden. Ze wordt op bed gegooid en haar
Vriendje giet tot twee keer toe zwavelzuur in haar gezicht. Na lange smeekbedes belt hij zelf de 112 en geeft zichzelf aan. Op dat moment is een dochtertje van 3 thuis, het zoontje zit op school. Collega, verslaggeefster Irene Jans heeft een heel indringend gesprek met haar. Maar uiteindelijk pleegt ze vorig jaar februari zelfmoord. Jeetje. Deze meneer Regilio K. die krijgt 16 jaar plus dwangverpleging. En gaat tegen die dwangverpleging in hoger beroep. Dat hoger beroep diende vandaag. Irene Jans was daarbij. En de officier van justitie heeft gezegd: jij krijgt van mij 18 jaar plus TBS. Want waarom? Woorden van gelijke strekking. Deze lijdensweg, deze marteling. Daarmee heb je haar de dood ingejaagd. Ja. Dus jij bent gewoon schuldig aan moord. Je had alleen een kogel door de hoofd kunnen jagen. Oh, wat verschrikkelijk. Unieke zaak in Nederland, want zelfs de artsen en de verplegers die haar verpleegden, zeiden... het is onmenselijk, het is echt niet te doen. Ja, een vreselijk treurig verhaal. Ik hoop dat die eis wordt omgezet ook in een straf. En liefst nog hoger natuurlijk, maar goed. Een hele treurige opening vanavond in Hart. Nou, helaas gebeuren die gruwelijke dingen. Nou, for something completely different. We hebben het ook over robots vanavond. Robots die je huis verven. Robots waarmee je de kinderen de straat op kan sturen omdat het hondjes zijn. Kom je op een nee? Heb je een nummer ook? Ja, de TU Delft. Maar als jij belt, krijgen ze vast aan de telefoon. Wat wil je hebben? Wat wil je hebben? Waar kunnen we hem bestellen? De TU Delft. Maar wij hebben er vanavond één in de studio. Ik weet zeker dat het niet zo schoon doet als ik. Wat, poepen? Nee. Schoonmaken. Klinisch schoon. Oh. Ik heb bij mij een open hartoperatie. Maar kijk dan. Nee, maar kijk. We hebben dus robots. Kijk, deze hebben wij straks in de studio. En die komt straks Evelien en mij een cadeautje bezorgen. Ik ben heel benieuwd of het goed gaat. Maar wat doet hij dan? Want dit is, dit is de iDo. Dat is een robot die pakjes binnen gebouwen rondbrengt. Oh. Dus hele grote organisaties waar de post intern moet worden. Daar heb je dus tegenwoordig robots voor. Maar je hebt bijvoorbeeld ook die Chico, dat is een robot. En dan kun je kinderen met de straat op sturen. Die kunnen het hondje uitlaten. Dat is een robothondje. Zo zijn er ook bijvoorbeeld robots voor kindertjes die in het ziekenhuis liggen en zich eenzaam voelen. Er zijn ook robots met lichtinstallaties, zodat die kinderen zich thuis voelen. Ja, te leuk. Dat is dan weer heel leuk. Vanavond, 7 uur. Ja, zeker. Dank je wel. Graag gedaan. En dan gaan wij over naar Jim, want Jim heeft voor ons het laatste shownieuws. Ja, dat heb ik zeker. Omdat hij heel trots is natuurlijk op zijn zoontje Jack en superveel van het kleine jochie houdt, heeft Thomas Bergen vandaag een tatoeage met, jawel, Jack in sierlijke letters op zijn linker onderarm laten zetten. We zien het hier. Nou, dat ziet er toch onwijs stoer uit. Dan gaan we door met Marco Borsato. Hij doet het even rustig aan, nu hij aan het herstellen is van een TIA. Maar voor zijn fans maakt hij altijd tijd, zelfs tijdens een wandelingetje door het park. Ik ga weer eventjes naar buiten. Ik wil iedereen bedanken voor de lieve berichtjes en de prachtige cadeautjes en de bloemen. Het is echt Nederlands weer. Ik ga voor een kopje koffie. Dus ik zeg dankjewel allemaal. Leuk. Madonna en Miley Cyrus hebben gisteren in Cowgirls outfitjes opgetreden voor MTV Unplugged. Ze hebben een mix gezongen van Don't Tell Me van Madonna en We Can't Stop van Miley. Na afloop heeft de Miley via Twitter laten weten dat het een fantastische ervaring was en dat ze Madge hard heeft gespinkt, zoals we net konden zien. Maar er is natuurlijk meer nieuws over Madonna, want ze is weer gespot met onze eigen Timur Steffens. In Beverly Hills zijn ze samen een hapje gaan eten in een sushi-restaurant. Het management van Timur houdt het nog altijd op een goede vriendschap. Maar de fotograaf van deze foto die je net zag, denkt dat er wel wat meer aan de hand is. They were very relaxed and comfortable, hand in hand, yes. We're very cozy. Friends don't walk that close, you know. Friends will be more apart from each other and laughing and not be so shy about a photo, you know. They're more than friends. Nou, of ze nou wel of niet iets hebben, ik vind het cool dat hij daar gewoon naast staat. Dit was het voor nu. Straks ben ik er natuurlijk weer met shownieuws om 7:50 na Hart van Nederland. Dankjewel, Jim. Ik vond dat lachje van die foto. Wat mij wel opvalt, is dat die Madonna ineens van top tot teen helemaal gestyled is van Chloé-laarzen. De laatste heeft een soort tik van de jonge mannenmolen gekregen. Weet je wel? Ze is helemaal... Door hem bedoel je? Nou, ik heb zo het idee dat er echt een verliefde vrouw is.
Maar jij hebt Timo gesproken. Ja, maar ik heb Timo wel gesproken. Maar ik heb Timo natuurlijk niet over dit gesproken. Nee, ik was waarom niet? Dat is je werk. Weet je, nee, luister. Ik was bij de vrienden van Amstel. Ja. En ik stond daar op zo'n afterparty. En op een gegeven moment staat daar zo'n Michael Jackson liedje aan. Maar ik ben dus echt huge fan van Michael Jackson nog steeds. En ook van hem, want hij kan dat natuurlijk perfect goed nadansen. Ja. Hij stond ook in het achtergrond groepje van Michael Jackson. Dus ik sta er zo een beetje mijn dingetje te doen. En ik sta, maar echt niemand keek ook naar me. Dus ik sta in een hoekje. En op een gegeven moment wordt er op mijn schouder getikt. Dus ik kijk omhoog, staat die Timo dus voor me. Hij zegt, gast, wat doe je? Ik zeg, ja, ik ga een beetje gewoon in mijn eentje in een hoekje te dansen. Dus die staat voor me. En die gaat in... Ik zeg, wat? Was mijn hoogtepunt van de avond. En toen klapte ik dicht. Dan kan ik er niet over Madonna beginnen. Nee, ja, hij staat met hem Michael Jackson te dansen. Het zei je vergeven. Ja. Maar volgende keer als je weer papa doet, zeg je maar, by the way. Hoe zit het met Madonna? Nou? En hoe zit het met David Hasselhoff? Laten we daar van die man, dat we natuurlijk allemaal hebben gezien met de diverse video's waarin die kotsend lam en met hamburgers en weet ik veel wat te zien is geweest na zijn succesvolle periode bij de Baywatch, is die nu aan het snabbelen. Want de Hof is back. Hij was vandaag namelijk in Katwijk. Ja, dat, speel jij wel eens in Katwijk? Nee, dat dacht ik al. Maar goed, er is een groot motor- en autorace-evenement. En dat is in oktober. En hij kwam voor een persconferentie vast. Want ja, daar gaan optreden de Venga Boys, Too Unlimited. Het is een 80s en 90s The Hof-event. En de Hof die gaat het presenteren, je raadt het al. Maar hij gaat ook zingen. Ach. Hou je vast. I just like racing because of Knight Rider. I mean, I drove a lot on Knight Rider, and it was a dream come true because I had 10 stunt drivers, and we'd hold traffic, and they'd say, go for it, Knight Rider, and I'd drive it crazy. Had a blast. We just had a reunion recently at the a show. It was an autograph signing show. It was just a chance for us to get together and meet the fans, and I saw a lot of people I haven't seen for a long time. Pamela wasn't there, she was out running around. But I see Pamela and talk to her occasionally, and maybe three or four times a year. I've been looking for freedom. Het is mijn jeugdheld. 10 jaar geleden hebben we een leuk feestje met David Hasselhoff gehad, samen met Anita in San Diego. Dus hij herkende me nog, dus dat is leuk. Het is gewoon een icoon, laten we eerlijk zijn. Wie kent David Hasselhoff niet en wie heeft niet naar Baywatch gekeken? Het is echt fantastisch. Wij vinden het een eer dat we met hem op het podium staan. Ja, zeker. Thank you! Dankjewel, Katwijk. Oh, en dan met dat rode ding op dat podium ook. Oké, okay, triest. Maar er komt, oh, er is ook goed nieuws qua reunie. Er komt een eenmalig concert met ook weer allerlei groepen die ooit bij elkaar waren. En nu niet meer. En dan heb ik het niet over Luf, maar ik heb over een Frizzle Sizzle. Die komen bij alles, alles heeft een ritme. Met Laura Vlasblom, oh wat leuk. Ik hou ervan. Dat is op zaterdag 5 april in de Melkweg. En dan komen de originele leden Marion Keller, Karin Vlasblom, Mandy, mijn lieve Mandy Huijs. Ja, die zit... ja, Laura, Karin. Laura, toch? En Laura ook. Oh, zijn het... Oké, ik leer nog wat hier. Ja. We zijn er bijna doorheen, hè? Bijna, maar niet voordat we nog eventjes vragen aan Martijn. Wij hoorden iets over dat jij over Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres? Wat is dat? Dat is een hele grote Amerikaanse talkshow host. En die heeft jou gevraagd om te gast te zijn. Dat weet ik. Denk dat jullie meer weten dan ik. Oké, dan komt er nu volgens mij een hele boze manager op de set op gereed. Sorry, boze manager. Maar waar ga je allemaal naartoe de komende dagen? Morgen New York, dan zaterdag Chicago, zondag Vegas. Dat vindt hij leuk, hoor. En dan week de volgende meer, maar dan nog Miami, Boston... En nog een paar. Nou, het klinkt goed. Nee, daar komen jullie natuurlijk niet meer overheen, maar toch nog even. Wat gaan jullie doen dan in 2014? Nou, ik denk van elkaar genieten is maar eens. En op zoek naar een baan, dus...
Op zoek naar een baan. Lijkt me heel goed. Heb je nog een PA nodig misschien? Tourmanager. Jongens, ontzettend bedankt voor jullie komst. En jij heel veel succes met je nieuwe tour. Pet, jij ook bedankt. Graag gedaan. We zijn er doorheen. Tot zover de show vandaag. Ik vond het leuk, Kees. Bedankt. Ik vond het ook gezellig, meid. Ik wil ook een keer onze redactie bedanken. Dat vond ik ook toch dat ze iedere dag weer zo hard hun best doen. Dat gezegd hebbende, gaan we voor meer informatie kunt u naar onze website show.nl. En om 10:55 is er natuurlijk uiteraard weer een nieuwe show. Laat graag tot dan. En anders tot morgen 5:30. Fijne avond. Fijne avond. Doeg. Doei.